Het Zilheven waren de legendarische woorden die ex-voorzitter Jan Sipkema gebruikte in 1985 om de 13e tocht der tochten in te luiden. Zondag 21 februari was het precies 25 jaar geleden dat de Elfstedentocht van 1985 verreden werd. Het Fries Schaatsmuseum pakte deze dag aan om een reunie te organiseren waarbij de 25 snelste mannen en de 5 snelste vrouwen uitgenodigd werden. Helaas kon alleen Evert van Bentham niet aanwezig zijn. Het is nu 25 jaar geleden, de dag als gisteren. Ja, als ik al die schaatsers weer zie, de eerste 25, dan een paar ontbreken er. En Evert is er niet, dus ik heb net al met Jos even overlegd. Dan kunnen we met z'n tweeën dat sprintje ook wel even weer overdoen zonder Evert. U heeft net Bill teruggezien in de Voeken. Wat ging het toen bij u op? Ja, dat is herinneringen van toen. Hè. Je ziet, het valt me heel erg op dat 25 jaar later, dat nu de tijd heel erg veranderd is met alles eromheen. Maar gewoon al die massa's mensen hier in Friesland, dat spreek je enorm aan natuurlijk. Wat staat u nog het meest bij van die dag? Ja, alles eromheen, de publiciteit, maar met name de wedstrijd, zeg maar, zonder dat je hem ooit gereden hebt. Het was voor iedereen nieuw. Het in de spektakel eromheen. En dan aan het eind dat je met z'n vier in de bonkervaart komt, ja, daar blijft me natuurlijk altijd bij. Was het echt een strijd, een gevecht, de laatste meters? Nou, alleen de sprint dan, want we ontsnapten richting Dokkum. We kwamen met z'n vieren in de kopgroep. En vanaf die tijd had eigenlijk niemand geprobeerd om nog te demareren. Ik zat eigenlijk te wachten tot Jos of Jan Kooijman ging demareren. Maar dat gebeurde maar niet. En ik had in die tijd wel een goede sprint, dus ik gokte gewoon met mijn sprint. En maar ja, Evert was net iets sneller. Nou ja, u staat nu ook bekend. Ja, daarom. Ik vind de tweede plek ook mooi van al die duizenden die mee hebben gedaan. In 1985 was het dan zover. Ja, eindelijk een Elfstedentocht. Wat ging er op dat moment door u heen? Ja, nou, je bent alleen maar. Je kunt eigenlijk eerst nauwelijks geloven dat het dan toch echt doorgaat. En ik heb die wedstrijd echt alles gedaan wat mogelijk is. Omdat je denkt, het komt maar één keer. Ik heb maar één kans. Ik heb de hele dag geen dames gezien. Ik wist alleen dat mijn concurrenten met een aanrijder getrouwd, die waren heel goed verzorgd. Dus in donker hoorde je al iedere keer mensen met verzorgingszakken van Labello. En bij mij zijn mijn verzorgers van het ijs gestuurd, omdat die geen sponsorjack aan had. Toen zeggen ze eraf, niemand mag hier op het ijs. En je hebt geen sponsorjack, iedereen kan wel zeggen dat die verzorger is. En toen moesten ze van het ijs en toen heb ik tot Kim's werd helemaal geen druppel drinken gehad. En toen kreeg ik echt een inzinking. En toen heb ik uit het publiek een bekertje water gehad. En intussen hoorde ik ook zeggen, de dames zitten allemaal bij elkaar in een hele grote groep. Je had toen nog geen mobilifoons, maar je had toen zo'n Walkman. En dan hoorde je dus iedere keer zeggen, daar gaat de eerste vrouw. En dat gaven ze elkaar door. Ik denk, nou, dan weten ze hun al gauw dat ik al nog voorleg. Dus ik heb de hele dag gestreden om vooruit te blijven. En ik herkende op een gegeven moment het punt waar ik de andere dag ook geschaatst heb. En toen denk ik, nou mag het me nooit meer ontglippen. Nou, en toen heb ik mijn handen losgegooid en toen ben ik dus... En op dat moment dat je finisht, dan haal je weer iemand in. Dus in de uitslag lijkt het net of je tussen mannen gereden hebt. Maar dat is niet zo. Want die had je net, omdat jij je handen los... Gaan hun ook weer de handen losgooien. Weet je, zo gaat het eigenlijk. Wel een hele speciale ervaring, neem ik aan. Ja, het is toch waar je altijd van gedroomd hebt.
mij staat nummer 3 van de LST-tocht van 1985. Wat ging er op dat moment door u heen? Nou, het is natuurlijk een heel bijzondere dag geweest, 1985, 21 februari. Want voor die tijd speelde zich nogal wat af van het gaat niet door. En dat was begin januari, maar later dan toch die Elfstedentocht. En ja, ik moet zeggen, we keken er allemaal met heel veel plezier en met een groot verwachtingspatroon naar uit. En dan eindelijk is het zover. Nou, nu beleef je dat in de Voeken, beleef je het nog een keer. Met alle rijders van die tijd. Dus dat is een geweldige belevenis waar ik met zeer veel plezier op terugkijk. En wat altijd blijft bestaan. U kon die mederijders persoonlijk al? Ja, wij zaten natuurlijk in een marathoncircuit waarbij je elkaar zeer regelmatig tegenkwam in allerlei wedstrijden. En die winter hadden we al heel wat wedstrijden gehad. Zevenhuizen, Ankerveen, Maasland. We reden het Nederlands kampioenschap in Westerland. Dus met de rijders waar we eigenlijk ook mee in de grote kopgroep zaten. Daar zaten we ook regelmatig mee op andere natuurreiswedstrijden in de kopgroepen. U bent nu hier in het Schaatsmuseum. De jaren daarvoor staan hier ook nog allemaal uitgestald. Hoe vindt u dat hier? Ja, het is natuurlijk fantastisch dat dit bestaat. Het is een ode aan de Elfstedentocht, maar ook voor de marathonschaatsers. Elfstedenrijders, laat ik het ze zo maar noemen. Die komen hier zeer regelmatig terug. En het is bijzonder mooi natuurlijk dat de historie hier bewaard wordt.